De HGPD-werkwijze heeft mij in deze casus geholpen om cyclisch te kijken naar Don. Er kwamen op een gegeven moment signalen van moeder en van school, hij zit niet lekker in zijn vel. Juist toen hebben we teruggegrepen op de HGPD. We hebben hem tijdig terug laten komen in de consultatie van wat gaat er nu eigenlijk mis. En met name de leerkracht is toen heel centraal gesteld. Omdat het steeds erger werd en we op een gegeven moment ook op een punt kwamen van de ontwikkeling is niet meer zichtbaar. Hij gaat zelfs achteruit. Hoe kan dit nu? Toen hebben we heel bewust gekeken van nou, wat gaat er goed? Wat gaat er wat minder goed? En hoe kunnen we het dichtst aansluiten bij de opvraag van de leerkracht? Don is om halverwege het schooljaar kwam het signaal dat het niet goed met hem ging. Dat het stukje dubluren hem niet geholpen had. En toen hebben we hem om de maand, anderhalve maand, is hij teruggekomen op de consultatie. Om te kijken van hoe gaat het nu? Wat heeft er gewerkt? En hoe moeten we het aanpassen of aanscherpen? Waarbij we steeds uitgingen van de hulpvraag van de leerkracht. Bij deze basisschool zijn de consultaties zo ingericht dat ouders er altijd bij zitten vanaf het eerste moment. Er is ook geen voorbespreking met de leerkracht. Ouders zitten erbij, dus de communicatie is heel open. En dat zorgt ervoor dat de sfeer heel veilig is. De leerkracht durft zich heel kwetsbaar op te stellen. En je ziet dan ook dat ouders het niet raar vinden als een leerkracht zegt van help mij, ik weet niet wat ik moet doen. En dat was hier in deze situatie natuurlijk ook het geval. Het ging op het moment met Don zo slecht om maar te zeggen dat de leerkracht ook heel duidelijk zei van help mij, wat moet ik nu doen? Dus aan de enerzijds zochten we de afstemming bij de leerkracht. Hoe kunnen we jou helpen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het in de klas goed gaat? Maar er werd ook altijd gekeken hoe gaat het thuis? En daar werden dan verbindingen ingelegd van hoe kan de informatie van thuis helpend zijn voor de informatie in de klas? Door de informatie die je kreeg, werd dan ook het inzicht steeds groter en probeerden we de oplossingen en de acties steeds meer te verfijnen om het beeld wat thuis leefde op school te krijgen. Juist hier is die samenwerking heel sterk geweest, omdat moeder heel veel inbreng erin had. En wat ik heel erg knap vond, is dat moeder altijd het vertrouwen gehad heeft dat het goed kwam met haar zoon en dat ook over kon brengen aan ons en aan de leerkracht. En dat vertrouwen werd eigenlijk met elkaar versterkt. Dus het was niet dat het alleen van mij als adviseur uitkwam om het pedagogisch optimisme van HGPD naar voren te laten komen. Maar zowel moeder als de leerkracht als de IB'er hebben dat echt voorop gesteld. En we bleven zoeken van nou wat gaat er goed en hoe kunnen we dat uitbreiden. Dus echt die sterke kanten. En moeder zag thuis een ander kind, een liever kind, een rustiger kind, een heel creatief kind. Maar ze zag ook wel dat hij er ook wel heel erg veel last van had dat op school niet goed ging. En zij zocht steeds naar verbindingen van hoe kan ik de Don die ik thuis zie weer op school laten zien. Dus die inbreng die moeder had, die namen wij mee in de acties. Halverwege het schooljaar is er een punt geweest dat de situatie zo complex was dat ik merkte dat ik zelf ook niet meer wist hoe en wat en waar nu te beginnen. Toen heb ik bij BCO heb ik een intervisiemoment ingepland om met een aantal collega's te kijken wat zij ervan vonden en welke acties zij zouden inzetten op deze school. Om het toch wat breder te pakken. Daarna heb ik het teruggekoppeld naar school en hebben die bevindingen ook weer met moeder en met de leerkracht gedeeld in een BCO-consultatie. Tussen de consultaties zijn de lijntjes ook altijd heel kort geweest. Als er iets was, dan belde die IB'er mij op of mailde die mij. Om er in ieder geval voor te zorgen dat alle informatie overal gedeeld was om zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Nou, er is in een vroeg stadium is er al gepoogd om Don te betrekken bij alle acties die gedaan werden. Alleen was dat in het begin heel lastig. Het ging toen zo slecht met Don dat hij dat niet toeliet. Dat was te onveilig voor hem om met hem te praten van wat is jouw aandeel en hoe kun je helpen om het beter te laten worden. Dat hebben we met moeder wel gedaan, dat hebben we ook met de leerkracht wel gedaan. En toen de kantjes steeds meer boven water kwamen, is het elke keer geprobeerd om Don erbij te betrekken. En op een gegeven moment zag je dat hij dan meer voor open stond. En toen is het eigenaarschap van Don eigenlijk enorm gaan groeien. Die momenten werden steeds meer uitgebreid, waarbij je hem ook echt kon vragen van, nou, wat is jouw doel? En hoe kun je stapjes vooruit zetten om tot dat doel te komen? Uitgangspunt voor de gesprekken is de HGPD-denkwijze geweest. Waarbij school het formulier invulde om dat mooi te ordenen. De leerkracht hield bij welke acties we hadden uitgevoerd en wat de evaluatie daar was, dus hoe dat gegaan is. Daarnaast werden de plussen en de minnen in kaart gebracht. Dus als wij gaande het gesprek op ideeën kwamen of op bevindingen kwamen, werd dat ook ingevuld in het formulier. Wat heel duidelijk werd bij Don, is dat wij bleven kijken naar de plussen, maar dat we ook niet het probleem hoefden te weten om tot de oplossing te komen.
Het leek op een gegeven moment zo complex dat we niet konden weten van wat is hier nou aan de hand? Hoe kan het dat deze jongen niet lekker in zijn vel zit en niet tot leren komt, maar dat we thuis zo'n andere Don zien en dat het ook niet de plaats was voor moeder? Maar die vraag hoefden we niet beantwoord te krijgen om Don uit die situatie te krijgen. En dat is wel heel kenmerkend voor HGPD. En er is ook niet één oplossing, er zijn er altijd meerdere. En wat bij de ene leerkracht werkt, hoeft niet bij de andere leerkracht te werken. En daar kwamen we hier eigenlijk ook achter.